Goedendag. Een zeer onstuimige woensdag vandaag met een heuse storm in Nederland. Het noordwestelijk deel van het land kreeg te maken met heel veel wind, zeer zware windstoot ook. De hulpdiensten moesten vaak uitdrukken voor omgevallen bomen, maar ook andere schadegevallen. En helaas, op het moment dat ik dit opneem, is er ook een dodelijk slachtoffer te betreuren. In Haarlem kwam iemand onder een boom terecht. Komende dagen wordt het wel rustiger. Echt stormkracht zie ik ook voorlopig niet verschijnen in de weerkaarten. En in deze tien dagen gaan we eens kijken hoe het patroon gaat worden. Want we gaan van een zeer onstuimige dag naar heel warm weer. Daarvoor gebruik ik eventjes het 850 hectopascal patroon. Het is op zo'n 1500 meter boven het aardoppervlak. En we hebben hier de temperatuurkaart en die pakken we op. Op donderdagnacht dan zitten we eigenlijk nog wel in die frissere lucht waar we vandaag mee te maken hebben gehad. Maar die temperatuur die gaat wel geleidelijk aan omhoog. Als ik de animatie aanzet, dan kunnen we heel mooi zien dat die stroming zuidelijk gaat worden. En met die zuidelijke stroming vanaf vrijdag zien we ook echt warme lucht vanuit Spanje en Frankrijk Richting Nederland trekken. En de waarden die daarbij dan horen. dat gaat ertoe leiden dat we aan de grond. met temperaturen te maken gaan krijgen. die gewoon. richting de 30 graden gaan. in het zuiden mogelijk nog wat warmer. Dit is zaterdagmiddag, dan komt die warme bel. echt naar het noorden opzetten. En ook zondag is dat nog wel het geval. Je ziet echt die rode gloed. vanuit het zuiden. Aan de grond dus ook die hoge temperaturen. Maar het is wel van. Relatief korte duur, want na het weekende wordt het weer een stuk wisselvalliger. De stroming gaat draaien naar een meer westelijk beeld. Het is nu maandagmiddag. We zien nog wel dubbele cijfers op die 1500 meter boven ons hoofd. Maar dat gaat wel veranderen. Vanuit het westen die koelere lucht, die warme pluim, die wordt als het ware meer naar het oosten gedrukt. En met een westelijke stroming komt dan die koelere lucht onze kant op. En dat betekent eigenlijk ook wel dat het weerbeeld weer wat wisselvalliger gaat worden, omdat die weststroming gewoon gaat terugkomen. Aan de grondkaarten kunnen we dat ook mooi zien. We pakken deze op donderdagmiddag. Dat lage drukgebied, Storm Poli, dat ligt dan boven Scandinavië. Is al een heel eind... Uh Opgevuld, zoals we dat noemen. De druk is al een stuk hoger. Is daar geen storm meer. En boven onze omgeving zien we feitelijk een hoge drukgebied. En dat hoge drukgebied dat zorgt voor veel rustiger weer. De zon die komt er steeds vaker bij. En het blijft ook droog. En dat niet alleen. Die stroming die gaat uiteindelijk ook naar het zuiden draaien. Want dat zagen we ook in de bovenlucht gebeuren. Hier is dat zo'n beetje het geval op vrijdag. En met die Zuid-Zuidoostelijke stroming. Wordt dan die warme lucht aangevoerd. Dat blijft zo in het weekeinde. Met wat kans op buien in de late middag en avond. Vooral in de nacht van zondag op maandag. En dan vanaf maandag gaan we toch weer terug naar die zuidwestelijke tot westelijke stroming. En dan wordt het weerbeeld een stuk wisselvalliger weer, krijgen we af en toe maken met storingen. Maar soms zijn er ook wel zonnige perioden. Het is dan weer echt typisch Hollands zomerweer. Dat zeggen wij dan zo graag. Dinsdag ook heel duidelijk die westelijke stroming met lage drukgebieden die ten noorden van ons land langstrekken. Goed, gaan we naar de kaart van morgen toe, want die ziet er heel anders uit dan de weerkaart zoals we die vandaag hadden. Morgen is het eigenlijk weer een Prima zomerdag met zon, stapelwolk en temperaturen tussen de 19 en 23 graden bij een matige zuidwestenwind. Heel misschien dat er in de middag nog een enkel buitje in het binnenland tot ontwikkeling gaat komen. Ik verwacht daar zelf niet al te veel van. Temperaturen het hoogst in het zuidoosten, 23 graden op de kaart. Maar misschien wordt het lokaal nog wel een graadje warmer. En de dagen erna wordt het echt warmer. Want dan komt die warme lucht vanuit het zuiden opzetten. Dat zag u net mooi in de weerkaarten. Vrij Vrijdag gaan we al 26, 31 graden zuidelijke winden. En ook op zaterdag draait die wind zelfs wat meer naar het oosten. Kan het in een groot deel van het land, vrijwel heel het land, boven de 30 graden worden. Maar in een groot deel van het land ook 32 graden worden. Het zuidoosten en zuiden moeten daar rekening mee houden. En dan voor de zondag ook nog steeds hoge temperaturen, 25 tot 29 graden. Maar dan neemt wel in de loop van de dag de kans op een enkele regen- of onweersbui toe. En dat kunnen wel stevige onweersbuien zijn. Goed, nog eventjes voortbeduren dan op de pluimen... wat het volgende week gaat worden. We hebben gezien dat het vrijdag en in het weekeinde... echt wel zomerswarm kan worden. Laat de grafiek ook mooi zien. Vrijdag, zaterdag, zondag. Kans op 25 graden, vrijwel 100 procent. Voor het grootste deel van het land is dat het geval. Sterker nog op zaterdag en ook op zondag is de kans op tropische temperaturen boven de 30 graden ook reëel. Maar dan vanaf volgende week duidelijk lagere temperaturen. En wordt die kans op zomerse warmte een stuk kleiner, laat staan de kans op een tropische temperatuur zien we ook wel heel duidelijk terug hoor in de temperatuurprofielen, want we zien hier mooi op vrijdag en zaterdag die oplovende temperatuur met rond de 30 graden. Zondag best wel wat onzekerheid, die onzekerheid zit dan wel rond die 30 graden met later op de dag kans op die onweersbuien. En maandag ja, komt er wel of niet een onweersbui, want dat zorgt al voor de afkoeling, dat kan ook wat later komen. Dat is dan wat onzeker. De trend is wel duidelijk. Daarna zitten we zo rond die 22-23 graden over het algemeen met wel wisselvallig weer. Ik kan u dat laten zien aan de hand van de neerslagprognose. We zien donderdag, vrijdag, zaterdag vrijwel droog weer. Dit was natuurlijk vandaag met al die regen. Maar vanaf zondag neemt de kans op neerslag heel duidelijk toe. Als gevolg van onweersbuien op zondag en maandag. Maar de dagen na zijn er toch vaak storingen. Tot slot dan nog eventjes die vrijdag en zaterdag en ook wel zondag bekijken. Want het wordt heel warm, maar het wordt ook zeer zonnig weer. Het wordt een stralend weekend eigenlijk wel. Met zondag later misschien wat meer bewolking. De dagen erna laat de zon af en toe verstek gaan. Maar is ook nog zeker van de partij van Tijd tot Tijd. En dat laat deze grafiek heel mooi zien. We zien evengoed nog veel geel. Maar zo af en toe passeert er wel een storing. Nog een fijne dag.